Afro-Surinamers hebben een behoorlijke achterstand op sociaal-maatschappelijk en economisch vlak. Deze groep moet doelen stellen en daar naartoe werken. Ook moet de eenheid bevorderd worden. Dit zegt Iwan Wijngaarden, voorzitter Federatie voor Afrikaan Suriname. Daarom moeten we werken aan onszelf en daarom de insteken die we gedaan hebben met onze hero, onze cultuur en die verbindingen die we slaan, pardon en heling, zijn allemaal projecten die in 2019 gelanceerd zijn en waar we erin geloven, COVID is tussenin gekomen, ja, waardoor heel wat dingen geen voortgang konden vinden, maar dat moeten we heel sterk en dan moeten we. We hebben een enorme achterstand, sociaal, economisch, maatschappelijk. En natuurlijk zeg ik, de mensen die het kwaad gezorgd hebben voor het kwaad, die moeten betalen, ja. Nee. Wij gaan geen pardon zeggen, vragen om pardon. Nee. Maar zij, als wij het geanalyseerd hebben, gaan wij opeisen. Okay. Dat die schade, die achterstand die we hebben, want het is duidelijk te meten dat het verleden ons een duidelijke achterstand gegeven boven de andere etniciteiten die we in Suriname hebben. Wijngaarden zegt dat de stadskriolen en boslandkriolen moeten bundelen. De geschiedenis met betrekking tot dit vraagstuk moet goed onderzocht worden om te weten waar de eenheidsvorming tussen deze groepen mis is gelopen. Er moet gewerkt worden aan de acceptatie van de Winti-religie. Volgens Wijngaarden wordt neergekeken op Afro-Surinamers die het Winti-geloof beleiden. Dat is vaak, zijn we ook debetter aan, hè? Omdat het niet geordend is. Je hebt geen duidelijk instituut die dingen corrigeert ook, het corrigeren van dingen. En ik zeg die dingen, de foute dingen zijn gekomen, net wat ik zei in mijn inleiding, dat je 2 eeuwen lang mochten we niet, want die kolonisator was bang voor onze cultuur. Mm-hmm. Dus die heeft gezegd, nou, mag niet. Mm-hmm. En dat betekent dat je verlamd raakt. De kracht die je had, de heel gevecht in Haiti, is dankzij die Winti-religie. Wijngaarden vindt dat de onderlinge discriminatie bij Afro-Surinamers ze niet mag weerhouden om vooruit te komen. Hij zegt dat we niet moeten vergeten dat deze achterstelling in het verleden is gecreëerd. Acceptatie en saamhorigheid moeten omarmd worden om een eenheid te vormen.